afgelopen jaar was een druk jaar, hectisch jaar, mooi jaar ook, want er kwam een boek uit wat ik heb geschreven. Dus er zaten veel lezingen en presentaties omheen. Wat ik voor mezelf altijd probeer te onthouden is de projecten aannemen die mij ook energie en inspiratie geven. Daarvoor gebruik ik de Hell Yeah methode. Dus zodra er een verzoek binnenkomt, dan vraag ik mezelf af, is dit een ja, is dit een nee of is dit echt een Hell Yeah? Heb ik hier echt enorm veel zin in? Die neem ik altijd aan, die projecten, en dat probeer ik voor het volgende jaar weer te doen.